Alexei Leonov opende als eerste het observatorium dat zijn naam krijgt. Het heeft twee telescopen, één om planeten mee te bekijken en één die geschikt is voor de observatie van sterren. Tegelijk met de opening werd de film Dawn of the Space Age gelanceerd. Deze film is een animatiefilm over de geschiedenis van de ruimtevaart. Ook Leonov figureert erin. Nou, Alexei Leonov, iedereen kent Yuri Gagarin, maar die is helaas overleden. Alexei Leonov is de meest bekende tweede cosmonaut eigenlijk. Die heeft de eerste ruimtewandeling gemaakt in 1965, 3 maanden voor de Amerikanen. Dat is de eerste man die zijn ruimteschip heeft verlaten. Een ruimtewandeling, dan denken wij van hij is al op de maan geweest, maar zo is het niet gegaan. Hoe zat het? Nee, om naar de maan te gaan moesten ze eerst een keertje uit het ruimteschip stappen. En dat hebben ze in een baan om de aarde gedaan. Dus hij heeft 12 minuten lang rondgezweefd. Hij heeft 10 jaar later nog een tweede ruimtevlucht gemaakt toen de Amerikanen en de Russen dokten met elkaar in 1975. Daar was hij ook bij. De Rus zelf vindt de film geslaagd. Het verhaal komt overeen met de werkelijkheid. I saw my life. I like this film. Very correct. De film markeert een grens in de ruimtevaart. 50 jaar geleden werd de Sputnik gelanceerd. Voor de maker was het een jeugddroom om de beroemde Russische astronaut te ontmoeten. Blijft wel iets raars houden, hè? Zo'n beroemde cosmonaut in Ridderkerk. Ja, het is een beetje surrealistisch. We hebben gisteren nog met hem een haring gehapt op het Rijswijkse plein in Den Haag. En dat had ik nooit durven dromen toen ik een klein jongetje was.